voetbalveld op de goede golf. Maar de burger halve bolle, ja, toen we dat op de natuurkundeles voor de eerste hoorden, ja, er werden natuurlijk hele andere associaties gemaakt als wat de bedoeling was. Dus we dachten toen in de tijd aan Jane Mansfield en tegenwoordig aan Dolly Parton. Maar dat is dus niet zo, hè. Dus het gaat niet hierover, maar het gaat daarover. En die Magdeburger halve bolle, die heeft de burgemeester van Magdeburg heeft in 1654 hier testen mee gedaan. Het zijn zeer stevige bollen. En die heeft hij dan vacuüm getrokken. En daar hebben ze geprobeerd met 16 paarden om dat uit elkaar te trekken. En dat lukte niet. Achteraf is ook gebleken dat dat ruim 2 ton druk hierop stond. En dat is dan de luchtdruk die wij om ons heen hebben met ons eigen gewicht waar wij mee op de aarde drukken. Dus hij had dat aangetoond dat daar enorm veel druk was. En we weten eigenlijk uit de weerberichten dat de drukverschillen ook bepalend zijn voor het weer. Maar daar kom ik dadelijk verder op terug. De buis van Torricelli. Die heeft een buis van 1,20 meter gepakt. Dus heeft ongeveer hetzelfde aangetoond als die burgemeester in 1654 deed. Die zette die in een kwikbak. En die was dan helemaal gevuld met kwik. Toen hij hem daar beneden zette, zakte dat kwik. En dat kwik zwakte dan bijvoorbeeld op 76 centimeter. En dat betekende dan dat het veranderlijk weer was. Dus hier zit de lucht, die drukte op. En op 1 vierkante centimeter drukt 1 kilogram of 1 atmosfeer. En de gemiddelde atmosfeer, als je druk hebben aangenomen dat dat 6 centimeter kwik was. En als je dat gaat terugrekenen, vermenigvuldig met 1,333, dan had je het meteen in hectopascal. En oftewel 1 bar, want de weerberichten worden in verschillende waardes, wordt dat meestal aangegeven. Daarbij hadden we dus de buis van Torricelli barometer. Dit is dan ook zo'n kwikbuis die hier staat. Dit is ook een weerstation. Zo zou je het kunnen noemen. Je kunt de temperatuur aflezen. Je kunt de luchtdruk aflezen. Dus als die luchtdruk hoger wordt, dan drukt die verder naar beneden. Dus dan hebben we goed weer. En hier hebben we ook nog een buisje zitten. En dat is dan een stormbuis. Die vroeger bij de schepen veel gebruikt werd. Als dan storm op komst was, dan werd die vloeistof die hierin zit, die werd dan helemaal troebel. En dan wisten ze dat er dus slecht weer op komst was. Ja, tegenwoordig hoeven we dit soort apparatuur en meetinstrumenten niet meer in huis te hebben. Want ja, je kunt de weerberichten in de krant, je kunt het op internet, overal kunnen we terugzoeken. Verder, hoe komen die meteorologen aan dat weerbericht? Dat hebben ze als volgt. Ik heb hier zo'n weerstation. En je moet dan voorstellen, die kabel wordt helemaal uitgerold. Dit komt aan een luchtballon te zitten. Die luchtballon heeft op de aarde een doorsnee van 4 meter en die stijgt dan naar 20 kilometer hoog tot 40 kilometer hoog. Dus die ballon gaat verder uitzetten totdat die eventueel kapot springt en dan komt dit terug naar aarde. En wat wordt hier dan gemeten? We hebben hier de buis van Vidi zitten, of de doos van Vidi. En die doos van Vidi die zit ook in de bar. In de metaalbarometer, die ik dadelijk even uitleg hoe die werkt. Hier zit een bimetaaltje in wat de temperatuur aangeeft. En hier is dan ook een wieltje wat de windsnelheid aangeeft. En hoe werkt dat dan? Laten we aan de hand van die metalen barometer zien. Dus dit is zo'n barometer die hier hangt. Tegenwoordig kunnen we dat zien met die doos van Vidi daarin. Dit is diezelfde doos getekend. Dus als de luchtdruk hoger wordt, dan drukt hij die doos in en wordt de luchtdruk lager, wordt hij minder ingedrukt. En er zit dus een wijzer aan gekoppeld. En aan de hand van die wijzer kunnen we dan weer die berichtgeving aflezen welk weer dat gaat worden. Hoe deed dit weerstation dat? Hier zit dus een weerstand in. Dus als de luchtdruk hoger of lager werd, dan zie je dat die wijzer hier over die weerstand bewoog. De temperatuur zit zo'nzelfde weerstand. De temperatuur die wordt hier op die weerstand gekoppeld.
En die lichtmeting wordt hier door de inductie van die spoel en wordt het naar de aarde doorgezonden. En zo kon je dan de weerberichten, kon de meteoroloog doorgeven. En die waren natuurlijk belangrijk van de mensen die bijvoorbeeld van plan waren om met vakantie te gaan. En als ze op vakantie waren, wilden ze ook weer graag de weerberichten horen. En daar gebruikten ze dan de wereldontvangers voor. En dat is ook het thema voor de volgende aflevering.